Max, noem drie lichaamsplekken. Schouders, nek. En achterhoofd. Niet bij zichzelf, hè? Nee, ook bij anderen. Want ze zijn er een paar aan het knuffelen. Kijk, die slaapwekker, man. Slaapwekker. Slaap. Ja. Voor hetzelfde geld kun je ook gewoon de reet doen. Of gewoon in. Doe jij zo'n man. Follow me. Ja, ik ben aan het filmen. Follow me. Follow me. Oh, dat was smerig. Dat was smerig. Ja, jongen. Er zitten vier mannetjes rond dat zo'n gedrukbare vrouwtje. Wat? Doen ze verder nog eens het voorwerp, zeg maar? Ze gebruiken touw om te klimmen, deed ze net. Ja, oké, dat is wel een probleem. En ze gebruiken hooi om te slapen. Vergeet die zeker niet. Wat? Hooi om te slapen. Nou, heel simpel. Het vruchtbare vrouwtje heeft een opgezwollen reet. En hoe weet je wat een man Die heeft. Is misschien.